Yo, yo, yo! Yo! Heb je ze weer hoor, de mannen van het DVS team. Wat gaan we doen vandaag? Vandaag gaan we boogjes maken. Ja, het is alweer een tijdje geleden, 3 jaar geleden ongeveer. En ja, de vorige video. De vorige video was een enorm succes en er was een vraag naar, dus... Ja, waarom niet, weet je? Lekker weer vandaag. Wijt wel een beetje, maar we hebben oude ingrediënten niet genoeg. We moeten nog even nieuw halen. Wat gaan we doen? We gaan naar de molen en laten de video beginnen. Ja, kom op. Yo, boy. Yo. We zijn bij de molen, hè? Hier gaan we even alle ingrediënten scoren. Ik heb de set vergeten. Hey, dit is een recept. Hey, moeders. Ja, Chitty zei ook dat je bent een recept vergeten, dit, dat en zo. Dus ja, ik denk, wil jou even een foto kan sturen van het recept. Weet je hem gewoon in zijn zak zetten. Oh. Kijk eens even, heel de kar vol. Heel de kar vol met allemaal pessoi, eieren. Hoppakee, 50 eieren. Meer dan genoeg basisvoer. We gaan lekker mixen, Wink. Kijk eens, het staat al helemaal klaar. Kijk, vieze emmer. Vieze emmer. Maakt niet uit. Maakt niet uit. We gaan ervoor. Lekker. Nou, het is zover. Boilies maken 3.0. Het gaat nu toch echt beginnen, hè? Vandaag maken we een simpele basismix die voor iedereen makkelijk te maken is. Ja, we hebben het in het verleden ook wel eens gebruikt. Goede resultaten opgevangen. Enige tijd al niet meer gedaan, dat boilie maken. Maar ja, jullie vroegen erom, dus waarom niet, weet je. Wat gaat er allemaal in zo'n mix zitten? Ja. Maïsmeel. Ja. Polenta. Hoppakee. Hebben we nog lekker een beetje beurtvoet? Ham, lekker eten, jongen. En als laatste een beetje toon. Oh, dat vinden we lekker, Nou, natuurlijk gaan er ook nog eitjes bij. We hebben 40 stuks bij ons. We maken een mix van 4 kilo vandaag. Ben ik wit? Ja, dat dacht ik al. We maken een mix van 4 kilo vandaag. Dus wil je nou een kilo mix maken of wat dan ook, doe dan even gedeelte 4. Gewoon de 4 delen. Gewoon de 4, een kind aan de was doen. En dan gaan we beginnen. Ja. Voor 4 kilo bollen, wat heb je allemaal nodig, jongeman? Een kilo griesmeel. Griesmeel. Je weet... Griesmeel, dit is griesmeel. Hoppakee, kilootje. Kilootje. Wow. Strooi je, jullie aan me voor. Weet lekker je, man. Weet je hoe dat ruikt daar, griesmeel? Nee, let's go. Oh, lekker man. Weet je dat heel zeker? Nou, als volgende basisingrediënt gebruiken we maïsmeel. Daar gebruiken we 800 gram van in onze 4 kilo mix. Daar moeten we even niet te veel doen, er zit een kilootje in. Kijk, dit is maïsmeel. Kijk, lekker man. Hop. Juist. Nou, perfect man. Wat hebben we dan? Het volgende dat we gebruiken is polenta. Polenta is ook een meel. Ja. Ja. En dan ziet er zo uit, een beetje geelachtig. Gaat ook 800 gram van in de mix. Dus, een beetje niet te snel. Ja, netjes hoor. Zo. Netjes. Nou, het ziet er lekker uit. Kijk, als het een beetje mist. Nou, er staat nog niet zo heel veel voor. Ja, wil je ook proeven? Nee! Lekker man. Ja, dat vindt hij lekker. Oh. Dan gaan we door. We hebben net de polenta gehad. We gaan er 600 gram beurtgoed aan toevoegen. Dat is een van onze zelfgekozen ingrediënten. Ja, dit is beurtgoed. Gewoon vogelvoer, zo klein mogelijk. Strooi er flink wat van. Strooi ze goed. Hadse flatsa. Hadse flatsi. Kijk, dat ziet er lekker uit, hè? Hoppa, nog een beetje. Hoppa, nog een beetje. Dat ja, kan niet. Het zit in mijn mond. Het zit in mijn mond. Zo, dat smaakt lekker. Nee, dat moet nog wel een beetje weg. Zo. En als laatste, tarwebloem. Tarwebloem, niet te veel hè? 400 gram. 400 gram. 400 gram tarwebloem. Minder gram. 400 gram tarwebloem. Minder dan de helft. Ja. Niet te veel. Zo ziet tarwebloem eruit, dat weet iedereen. Iedereen? Dat weet hij nu ook. Lekker man. Ik weet ook hoe het nu smaakt. Smaak voor smaakt, je weet het. Lekker. Oké, dit is onze droge basismix. Als je zou willen, kan je hier nog natuurlijk een paar ingrediënten aan toevoegen. Als je zou willen. Nee, wacht nog even. Nou, dit is onze droge basismix. Flinke emmer vol. En ja, dit is in principe de basis, je kan er zelf nog een paar ingrediënten aan toevoegen. Wat je wil, bijvoorbeeld hennep, chili, knoflook, wat zouden ze lekker vinden? Ja, alles joh. Alles? Je kan er zelfs stroom doorheen gooien, maakt niet uit. Als je zou willen, dan kan het wel, maar niet heel fijn lijkt mij. Wij gooien er zelf nog een beetje koekjesmeel doorheen. Dit is koekjesmeel, beetje wat bruiner. Lekker zoet, voor goede stoffen, hoppakee. Hoppakee, niet te veel, gewoon een beetje voor de smaak. Ziet er goed uit man, gaat eens even lekker mixen. Hoppakee, dat ziet er lekker uit. We hebben nog één stap, en dat zijn eieren.
Hij slaat hem niet eens kapot! Nee! Hij slaat hem niet eens kapot! Ah, dat zijn de gays van Chitty, jongens. Hij is weer niet kapot! Deze man slaat twee keer een ei op mij kapot en beide keren breekt het ei niet. Per kilo droge basismix gebruiken wij 10 eieren. 10 eieren. Dus wat hebben we hier? 40 eieren in totaal? 40 eieren. Ah, lekker man. Die gaan we allemaal zelf even in. Oh, dat is al mee mikken. Kijk, lekker man. Wat de flotsa. Hoppa, 40 eieren. Wat flikker oude ding weer. Hatsie. Hoppakee. 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 Lekker. Ah. Ah, in mijn nekken, weet je het zeker? Nee. Weet je zeker? High five. Zo. Nee. Zo, ik zit helemaal onder. Kijk mijn oor. Oh, lekker man. Oké, nu hebben we hem al. Nee, het komt op de camera dan. Hoppa. Hoppa, kreeg. Nou mensen, de eieren zitten erin. 45 à 40 stuks in totaal. Heerlijk. Ja, toch? Niet elke ei is daar ingegaan. Nee, een beetje verspeeld. Dat kan je wel zien. Ja toch? Hey, steen, papier, schaar. De winnaar mag een beetje meer dan zijn gegeven. Okay. Steen, papier, schaar. Ah, lekker. Nee, nee. Kom maar. Geen ei, hè? Geen ei. Nee, alleen maar meel. Ja, snel. Hey, heb je deze? Ben je niet klaar, hè? Nou, om zo meteen het draaien een beetje makkelijker te maken op de roltafel. Als die worsten klaar zijn, dan zijn ze natuurlijk nog een beetje droog. Ja, dikke worsten. Ja, die worsten die op de draaitafel leggen, als je dan begint met draaien, dat is gewoon helemaal niks. Dus vandaar per kilo droge basismix ongeveer 10 à 20 milliliter olie erbij gooien. Wij doen dat met hennepolie van Nash. Nou, wat zal het zijn? Hoppa, kilo. Dat was 205 milliliter. Dus. En als laatste. Lekker flevertje. Lekker flevertje. Lekker flevertje. Aardbeien smaakt zo, dit stinkt zo erg, hè. Oh, heel. Dat is geconcentreerde rotsen. Nou. Kijk. Nu kunnen we gaan mixen. Zo, ik ga mixen als een gek. Ja, doe dat eens even. Hop. Op het moment dat je nou één grote regenbal hebt, dan is het klaar. En dan gaan we nu naar huis toe om die bollen te draaien. Heerlijk. Kut, alles valt. It's time to roll, baby. Ja, wat knijpen, man. Leren ze dan, de eerste boilies. Je ziet er lekker uit. Zo kan je dat? Kom maar. Nou mensen, je kan natuurlijk met het deeg zelf balletjes gaan draaien. Of je koopt even voor 20 euro zo'n boilie spuit. Je hebt ze ook op hoge druk, maar zelf knijpen, ja, dat is natuurlijk een stukje goedkoper. En zwaarder. De bedoeling is dat je zo'n borst op de draaitafel legt. Draaitafeltjes ook online ergens te kopen. Genoeg zaakjes. En ja, dan leg je de bovenkant erop. Dan gaan we rollen. Doe jij maar eens voor. Eerste keer dat je het doet. Ja, dat komt wel. Oeh. Kom maar. Iedereen klikken, ja hoor. Beetje heen en weer. Ons mechanisme is nog niet helemaal professioneel. Lekker onder de muur. Ja, is goed zo. Kijk dan, hoppa, kiddee. Okay. Alles erin, zo, kijk, hoppa. Hoppa. Oké, okay. Dan gaan we naar stap 2. Neem jij mee? Ja. Lekker. Het is gewoon metaal, hè? Tani had die, denk ik. We weten dat je een kast bent, maar dat hoef je niet altijd zo te laten zien. Kijk dan. Gewoon metaal, hè? Die spuit is gewoon kapot. Heeft hij gewoon even die metalen spuiten uit elkaar lopen trekken? Ja. Kut, sorry. En we hebben nog best wel veel deeg. Zo, kokend water. Ja. En de laatste stap is dat je de bolies in een pan met kokend water gooit. En als ze dan goed zijn, komen ze boven drijven. Dan moet je ze eruit scheppen. En dan komt er nog één stap en die laten jullie zo meteen. Gooi je erin. Hoppakee. Hoppakee, hoppakee. Ah, niet zo gooien. Schrijf het gewoon in. Oh, maar dat is kunnen dat het niet ook. Hoppakee. En nou is wachten. Schaal is leeg. 2 minuten ongeveer.
Yo. Ze drijven. Ze drijven, hè? Dus ja. Ze zijn klaar. We zijn klaar. We gaan scheppen. We gaan scheppen. Ja, ja. Schep jij. Ik ga ze dus even inscheppen voor jou. Oep. Aan de andere kant. Ja hoor. Dikke bak, lekker man. Ja ja, het begint ergens op te lijken. Ja, we hebben nog flink wat bollen op het vuur staan. Maar deze mogen we vast drogen, hè? Hoe lang? 2 dagen drogen. En daarna of in de vriezer bewaren, of je moet ze even vacuüm verpakken. Want anders gaat het echt tering hard schimmelen en dat wil je niet. Dus je kan ze ongeveer een week buiten de koelkast bewaren. Of anderhalve week. En we gaan je vissen, gewoon die bolies eruit. En flink in het water, niet. Yo, 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 einde van de video weer. Ja, ja. Het was weer een lekker dagje draaien. Ja, man, ik zit echt helemaal onder de ei, jij ook. Ja, ja. We moeten over 10 minuten weg, dus even snel douchen, opfrissen. En dan kunnen we weer vandoor. Vond je nou een leuke video? Doe een duimpje omhoog. En abonneer voor meer. Ja, de komende periode super dikke plannen. Tot en met 6 mei ben ik samen met zitten. Ja, het zit niet allemaal. Nee. Maar ik ben denk al 9 nachten aan het vissen of zo, dus er komen heel veel video's aan. Check jullie later. Laatst. En abonneer, hè. Abonneer.